Toen mijn vrouw Anja en ik ongeveer 2 jaar geleden in Cuba waren, werden wij diep getroffen door de armoede die er heerst onder de Cubaanse bevolking. In de hotels is overvloed voor de toeristen, maar buiten de hotels lijden veel Cubanen honger en is er armoede vanwege werkeloosheid en voedseltekorten. In Cuba leerden wij pastor John Cardoso kennen, die een grote kerk heeft in de stad Ciego d'Avila en aan het hoofd staat van 32 zogenaamde junglekerkjes. Hij deelde zijn hart met ons betreffende het opstarten van een project dat honderden mensen, gemeenteleden en ouderen die geen pensioen of AOW hebben, kunnen helpen. Vlak bij de stad Ciego staat een grote boerderij te koop die wij willen kopen. Deze boerderij stelt ons in staat het volgende te verwezenlijken. Ten eerste, werkvoorziening voor de gemeenteleden van de kerk van pastor John Cardoso. De werkeloze gemeenteleden kunnen werken op de boerderij. Het is vaak moeilijk om werk te vinden. Ten tweede, voedselvoorziening voor de 65-plussers. Wij willen samen met de kerk van pastor John Cardoso voedselprojecten opstarten voor de ouderen die geen pensioen hebben en zodoende voor hen te voorzien in 1 maaltijd per dag. En ten derde, het bouwen van junglekerkjes. Deze zijn vaak bouwvallig en sommige zijn wel begonnen aan de bouw, maar hebben het nooit af kunnen maken vanwege gebrek aan financiën. Wij zijn op zoek naar 1 of meerdere investeerders die ons 30.000 euro willen lenen om de boerderij te kopen. Deze 30.000 euro zal in 5 termijnen van 6.000 euro worden terugbetaald. Wilt u ons helpen om dit boerderijproject in Cuba te realiseren en zodoende de arme mensen in Cuba te helpen? Neem dan contact met ons op middels de gegevens die onder in het beeld staan.